Ik ben in het verleden bloemballenveredelaar geweest. Daardoor reisde ik veel in de wereld naar mijn klanten. En al mijn klanten hadden te maken met watergebrek. Overal dalen de grondwaterstanden. En ik realiseerde me dat we door middel van druppelbevloeiing eigenlijk veel te veel water gebruiken. Het wordt verkocht als efficiënt, maar het is niet efficiënt. Want dat is de reden dat de grondwaterstanden in de wereld overal dalen. En toen heb ik gedacht, we zullen eigenlijk moeten naar een andere manier van het verbruik van water in de agrarische sector. We hebben een methode ontwikkeld om te planten met een intelligente emmer. En die intelligente emmer is gemaakt van eierdozenkarton. Hij ziet er zo uit. Er staat een boom in het midden. Die boom die groeit onder in de grond. Dus dat betekent dat de boom gewoon in de grond wordt geplant. Die intelligente emmer die geeft alle dagen een heel klein beetje water aan de boom. Net voldoende dat hij niet doodgaat, maar niet voldoende om te groeien. En daarmee stimuleren we dat de boom zijn wortels in het eerste jaar meer dan 3 meter diep maakt. Bij de boom planten we dan een aantal andere planten. Als we voor natuurherstel gaan, zijn dat bijvoorbeeld bloemen en struiken. Maar als we voor agroforestry, zeg maar voor boomgaarden gaan, dan planten we samen met groentes. En door middel van de groentes kan de boer zijn boom kopen en betalen en financieren. Ik heb gezien in de wereld dat droogte is eigenlijk een vriend van armoede. Dus dat betekent dat in de gebieden waar droogte heerst, daar hebben de mensen heel weinig geld. En wij moeten ervoor zorgen dat ze toch dit instrument kunnen kopen. Dus dat betekent dat we heel erg gefocust zijn op kostprijs. Dus het gaat niet alleen om, is het een leuke innovatie? Maar uiteindelijk gaat het erom, is die leuke innovatie te betalen door de mensen die hem nodig hebben? Dus hoe wij verder gaan is dat we kostprijsgedreven ervoor gaan zorgen dat deze uitvinding overal te koop is. We moeten werken aan productie, we moeten werken aan distributie. Je moet natuurlijk ook nog werken aan bekendheid, zodat de mensen weten dat het bestaat. Dus in de komende jaren zijn we zijn keihard aan het werk om onze organisatie uit te bouwen. Zodat we er uiteindelijk voor kunnen zorgen dat het product op iedere hoek van de straat te koop is. Waar ik zelf heel erg voor pleit, is dat de Nederlandse overheid zich hard gaat maken voor het erkennen van carbon credits voor agroforestry. Dat betekent dus dat we ervoor gaan zorgen dat boeren die bomen planten, dat die boeren gefinancierd kunnen worden door de carbon credits die bedrijven kopen. En waardoor we dus in droge gebieden bomen planten die dan CO2 ontbinden. Op dit moment is dat niet mogelijk. We kunnen alleen nog maar bossen planten voor natuurherstel. Maar als we alle CO2 uit de lucht willen halen met bossen, hebben we niet genoeg ruimte voor die bossen. Dus in mijn optiek kunnen we veel beter kijken naar, kunnen we het voedselprobleem oplossen door boeren de gelegenheid te geven bomen te planten die 5 tot 10 ton voedsel per hectare maken. Die boeren financieren met carbon credits. En het interessante is dan ook dat de CO2 die ontbonden wordt door die bomen, daarvan gaan de C-atomen naar de grond toe en die maken de grond vruchtbaar. Dus eigenlijk brengen we dan het probleem van CO2, wat nu gezien wordt als vervuiling, gaan we dan gebruiken om onze gronden vruchtbaar te maken. De bedrijven hebben carbon credits, de boeren krijgen een financiering en de steden krijgen voedsel. Dus mijn pleidooi is, Nederlandse overheid, ga ervoor dat we carbon credits krijgen voor agroforestry.